1999 maakten we een documentaire waarin vrouwen huizen beschilderen met geometrische en symbolische motieven in de traditionele kleuren rood, wit en zwart. De film eindigt met de vraag: wat is de toekomst van de motieven op de muren van Sirigu? In het West-Afrikaanse land Ghana ligt in het uiterste noorden Sirigu. Als je reist van zuid naar noord, zo'n 1000 kilometer, passeer je verschillende klimaatzones van tropisch regenwoud tot het droge savannegebied. In 1957 werd het land onafhankelijk. De cultuur van de verschillende etnische bevolkingsgroepen is tot op de dag van vandaag levend gebleven. Het dorp Sirigu is bereikbaar via een onverharde weg die door een golvend landschap loopt met verspreide boomgroei, boerderijen en akkerland. Het vee loopt in de droge tijd los op zoek naar voedsel. Sirigu is bekend om haar architectuur, muurschilderingen en aardewerk. De inwoners behoren tot de Nankan-stam en ze spreken hun eigen taal. De traditie speelt een belangrijke rol in het huidige bestaan. Het ontwerp van de huizen, de compounds genaamd, weerspiegelt de familiestructuur. En de familie bestaat uit man, broers, zonen, hun vrouwen en kinderen en kleinkinderen. De man is hoofd van de familie. Je kunt twee hoofdseizoenen onderscheiden, de natte en de droge tijd. In de maanden oktober tot en met april is het droge tijd. De mannen zijn vooral bezig met het maken van leemblokken voor de bouw en reparatie van de compounds. De vrouwen bakken potten, vlechten manden, brouwen het lokale biapito en maken gerechten zoals koulikoulie, de van pinda's gemaakte hartige knabbel. De droge tijd is bij uitstek de periode waarin veel rituele feesten worden gehouden, ter ere van de voorouders, zoals oogstfeesten en feesten ter nagedachtenis van overledenen. Dagen en nachten lang klinkt muziek en wordt er gedanst. Sirigu heeft een overwegend boerenbevolking. Door de lage prijzen die worden betaald voor de landbouwproducten, de onvoorspelbaarheid van de regen en de toename van de bevolking, is de opbrengst van de oogst onvoldoende. De jongeren trekken weg uit het gebied en veel mannen werken een deel van het jaar elders in het land. Veel van de huizen worden niet meer gerepareerd en het beschilderen van de huizen vindt steeds minder plaats. En het schoolgeld voor de kinderen kan niet meer worden betaald. Het zijn met name de vrouwen die onder deze achteruitgang lijden. Ze hebben weinig of geen scholing, een zwakke sociaal-economische positie en een grote werkdruk. Mevrouw Melanie Cassise is de eerste vrouw in Sirigu die een hogere opleiding heeft gehad en in het onderwijs heeft gewerkt. Na haar pensionering in 1989 besloot ze zich te wijden aan het verbeteren van de situatie van de vrouwen in haar dorp. Ze richtte in 1997 de organisatie SWOPA op, de Sirigu Women Organization for Pottery and Art. De organisatie heeft tot doel de economische en sociale positie van de vrouwen te versterken.
Swopa bestaat nu ruim 10 jaar. Met financiële hulp van ICO en donaties is het uitgegroeid tot een in bomen gehuld toeristencentrum, waar voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, nog zijn bijdrage aan leverde. Individuen en groepen kunnen er overnachten. Er is een ontvangstruimte, een gebouw waar de vrouwen kunnen schilderen en workshops geven, en er is een tentoonstellingsruimte waar producten te koop worden aangeboden. Gidsen begeleiden gasten naar het omringende boerenland en de compounds. De inkomsten uit de verkoop van schilderijen en aardewerk dragen bij aan het gezinsinkomen. Het zijn vooral de schoolgaande kinderen die hiervan profiteren. Ook is de positie van de vrouwen verbeterd. Ghanese en Nederlandse leraren zijn aangetrokken om Swopa te ondersteunen in het ontwikkelen van de organisatie, het pottenbakken en de schilderkunst. 20 vrouwen volgen voor de 5e keer een schilderscursus van 10 dagen. De cursus start om 9 uur in de ochtend. Maar voor het zover is er voor mevrouw Nbo nog heel wat werk te verzetten binnen de compound. De cursusleidster is de kunstenares Corrie Haverkort. Belangrijke aandachtspunten zijn compositie, kleurgebruik en de individuele artistieke ontwikkeling van de vrouwen. Om de draad van de vorige cursus op te pakken, worden oude schilderijen opnieuw bekeken en zodanig overgeschilderd dat de pure, traditionele motieven en geometrische figuren te herkennen zijn. Veel aandacht wordt besteed aan een zorgvuldige afwerking van de kleurvlakken en de lijnen. Tijdens de eerste groepsbespreking wordt aan de vrouwen gevraagd om iets te zeggen over de schilderijen. Welk schilderij heeft je voorkeur en waarom? Waar zie je de oude traditionele motieven? En op welk doek zie je nieuwe motieven verschijnen? En daarmee doet de vernieuwde traditionele stijl haar intrede. Bij sommige deelnemers is al duidelijk sprake van aandacht voor compositie. A little bit old and a little bit new, so we call it new traditional style. Een nieuwe stap in het proces is het mengen van de traditionele kleuren zwart, rood en wit. Hieruit kan een scala aan kleuren ontstaan. Roda is laat. En daarom moet ze dansen. Nase. So, what?
De grote pan met soep, zo kenmerkend voor de lunchpauze tijdens de muurschilderingen in het open veld, heeft plaatsgemaakt voor het individuele, in plastic verpakte lunchpakketje. Aan de hand van haar schilderij vertelt Asoki Pala over haar eigen ontwikkeling. De hen kijkt naar de lizard en ziet deze met twee koppen. Waarom, vraagt ze zich af. Omdat alles verandert en ook ik verander. Eerst wist ik niets van schilderen en nu wel. Ik ben nu schilderes. Na het individueel experimenteren met compositie, kleurschakeringen en nieuwe motieven, wordt opnieuw met de groep geëvalueerd. Iedereen wordt uitgenodigd haar eigen werk te presenteren en iets te zeggen over het verhaal erachter, de symbolen en de kleuren. Zo is er het verhaal over de slang, de python, die als moeder of grootmoeder even niet bij de baby kan zijn, zich op bijzondere wijze over hem ontfermt. De baby krijgt het puntje van de staart in de mond waarop het lekker kan zuigen. Naast de vele kleurschakeringen verschijnen er ook nieuwe kleuren op het doek en composities worden losgeweekt van de oude traditie. Een nieuwe stijl ontstaat, de freestyle, waarin de typische Sirigu-kenmerken toch nog duidelijk herkenbaar blijven. En nu is het dan ook tijd voor een feestje. De vrouwen dagen elkaar uit om hun danskunsten aan elkaar te tonen. De teksten van de liederen zijn improvisaties op het gebeuren van dat moment. Toeristen die Swopa bezoeken zijn van harte welkom en worden toegezongen in de tekst en uitgenodigd deel te nemen aan de feestvreugde. De deelnemsters worden opnieuw herinnerd aan de wortels waaruit hun kunst zich heeft ontwikkeld. Het gemeenschappelijk beschilderen van de muren, een overlevering van de moeders en daar weer de moeders van. Het werken aan de grote schilderijen grijpt terug op deze traditie. Het grote verschil met een muurschildering is dat er in die traditie één of twee erkende kunstenaars de compositie maken, terwijl de overige vrouwen de vakken inkleuren. Bij een groepsschilderij op doek zijn alle vrouwen kunstenaar, die zich uitspreken over de compositie en de kleur. In de praktijk lijkt het niet altijd even gemakkelijk om tot overeenstemming te komen. Met wat ondersteuning van leraren lukt het om tot mooie en spannende beelden te komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is feest, de grote dag is aangebroken, het einde van de cursus en de presentatie van de schilderijen. En tot slot de speeches.
De schilderijen vinden hun weg in Ghana en worden geëxporteerd naar Nederland. World Art Foundation verzorgt de tentoonstellingen en verkoop in Nederland. En zo gaat de kunst van Sirigu van muur naar muur. From wall to wall.